Supermarkten in het hele land nemen voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ga bijvoorbeeld niet met het hele gezin boodschappen doen en houd afstand van elkaar. We namen een kijkje bij twee grote supermarkten in Haaksbergen. Vorige week donderdag natuurlijk, toen de eerste berichten kwamen, kwam er gelijk een golf van mensen die toch wel heel veel producten tegelijk in hier kwamen halen. Zaterdag, zondagmiddag werd dat wat minder. Vervolgens kwam natuurlijk zondagavond het volgende bericht overheen. Dat zagen we eigenlijk weer gelijk gebeuren. Tot en met woensdag heeft het ongeveer geduurd. Daarna hebben we echt wel weer goed voor elkaar gekregen om de winkel weer op orde te krijgen. Ja, nu valt het gelukkig weer redelijk mee wat er allemaal gebeurt. Best wel gek welke product het is. Ja, natuurlijk iedereen heeft het heel erg over het toiletpapier natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel erg hard gegaan. En eigenlijk alles wat er binnenkwam was ook vrij snel weer weg. En op dit moment ook een maximum zitten wat mensen mogen kopen per consument. Voor de rest het zijn met name veel houdbare artikelen. Wat mensen toch wel extra in het voorraadkastje zetten. Ze zeggen eigenlijk voorraden zijn er genoeg. Ja, het is alleen, het kost even tijd om het uit de distributiecentra te gaan. In de vrachtwagens en hier naartoe te krijgen. Ja, daar zit gewoon iets verloop in. Maar we zien eigenlijk nu al dat de winkel al vrij vol zit. Op een paar productgroepen na die we nog niet helemaal kunnen leveren. Maar de verwachting is wel dat de komende dagen ook gewoon allemaal weer binnen gaan komen. Wat we wel doen, eigenlijk twee dingen. Drie dingen. Doe gewoon normale boodschappen. Kom alsjeblieft niet met hele gezinnen. Maak er alsjeblieft geen sociaal uitje van. Kom alleen, doe de boodschappen en ga weer terug naar huis. Op het moment dat je hier bent, volg de instructies die we hebben op. Houd afstand van onze medewerkers. Want we willen gewoon niet hebben dat onze medewerkers ziek worden. Ben je blij met de beschermende maatregelen? Ja, op zich wel. Het is wel fijn dat je nu meer beschermd bent. Hoe je hier zit.